dat werkt heel erg toe naar het hoogtepunt van zijn populariteit in Nederland, zeg maar. De film gaat over drugs, drugs, abortus. Abortus? Oh ja, dat heel even. Wagner. Abortus? Tweedehands fietsen. Oh, het is een heel andere film waar je het over hebt, toch hoor? Drugs. Ik ben niet heen geweest, moet ik toegeven. Ja. Die 30.000 gulden? Ja. Ja, dat mag je zeggen, maar van waar in het wit, Herman? Nou, in eerste instantie wou ik een beetje smetloos overkomen. En maar ja, nu toevallig is er een ambulanceactie, dus ja. Het zou een soort instinct geweest zijn dan weer. Was het makkelijk om op te staan vanmorgen vroeg? Nou, ik, voor de zekerheid ben ik al opgebleven van gisteren nog. Ik ben nog van gisteren nu. Ja. Je bent dus nu nog van gisteren? Ja. Je bent nog niet naar bed geweest? Nee. Zij die hebben zal gegeven worden en die niet hebben zal ontnomen worden. Zelfs wat ze niet hebben. Het lijkt raar allemaal. Maar dat is even, we moeten een paar keer lezen. Ja, we nemen een pauzetje ook. Nou, dat is... Ga door. Verder nog vragen? ja, zeker. Ik hoop dat je nog heel lang leeft, maar wat denk je daar zelf van? Van het hopen tot leven? Nou, het hopen tot leven, het leven zelf. Gaat het lukken of niet? Theo, ik ben het type niet dat doodgaat. 5 schilderijen in voorbereiding en toen, omdat ik vannacht niet geslapen had, ging ik vanmorgen even bij Hoppe zitten. Komt er een kerel die, of ik nog wat te koop heb, weet je. En ik, dus, dat is dan buiten de galerieuren om. En dan is de verleiding toch dusdanig dat die man wat 5 stuks de deur uit. Echt waar? Ja. Dus je hebt weer wat zakgeld? Een zakprijs, ja. Maar kijk, dat moet niet al te zeer in de gaten lopen, anders wordt het pijnlijk voor de galerie. Hè. Ja, want die moeten veel meer vragen dan wat die man... Ja. Ja. Maar aan de andere kant vind je het toch ook wel heel erg leuk. Nee, ik wil me daar ook niet aan conformeren, al die onzin, toch? Ik vind, als ik zin heb, dan moet ik gewoon met een schilderij de straat op kunnen. Ja, gebeurt het ook niet soms. Dan dit, dan dat, hè? Ja, is vreselijk. Mevrouw Lita, wat doet u? Nou, ja, het is natuurlijk wel abrupt die vraag, hè. Maar ik geloof dat ik een advertentietje zou zetten, hè. Beste rottige drugdealer. Ik heb jouw geld gevonden. En vandaag gaat het naar een instantie ter bestrijding van de heroïnehandel. Herman? Ik ben een bestrijder van de heroïnehandel en ik heb net 10.000 gulden ontvangen. En ik kan maar geen... Ik weet niet waar het heen moet. Ja. Jij denkt gewoon... Wat doe jij? Als ik wat... Als je 10.000 gulden wint en je weet dat het van een kleine, hoe heet het, een kleine dope-dealer is? Van wie het ook is, ik zal het altijd met plezier opmaken. Zo. Alle soorten mensen en er wordt behoorlijk tegen aangeschopt. Heel nieuwsgierig. Ik wil heel nieuwsgierig, ik wil zo graag weten van jou hoe dat komt. Waarom heb jij die overtuiging en waarom heb ik dat niet? Waarom heb jij dat woord God nodig? Waarom is het niet genoeg dat je gewoon liefde hebt en gewoon een goed een geweten hebt? Waarom is dat nodig om een extra persoon erbij te betrekken die overigens nooit bewezen is? Weet je? Omdat je denk ik toch tot de ontdekking komt in het leven dat je het niet haalt. We willen allemaal wel, maar we kunnen niet. Wat haal je niet? Dat wat je een goed leven. Lief zijn voor andere mensen. Ja, dat red je. Je faalt, bedoel je heel vaak. Maar dat is nog geen reden om God erbij te halen. Tastbare dingen die gewoon heel menselijk zijn. Ik vind het zo jammer dat je dus gebruik maakt in je leven. Niet van dingen die tastbaar zijn, maar van een extra ongrijpbare kracht. Dat vind ik, dan ga je er al van uit dat iedereen moet dan meedoen met jouw God, weet je. Dat vind ik, vind het niet reëel. Ik vind het, waarom kunnen we ons niet redden met gewoon directe dingen, weet je. Als ik jou gewoon, je hand voel, weet je wel. Of ik voel in je nek. Ja.
Is dat niet genoeg? Weet je wel, is dat niet, waarom een extra... Dat is genoeg, denk ik. Ik zie dat als een soort, toch een soort uit de hand gelopen Sinterklaas. Ja. Heb je even... Zeker, ja. Ja? Ja. Dan zit je even te spuiten, hè? Mijn kameraad. Maar kun je het leven voorstellen zonder dit en jawel, dat, hè? Ik kan het wel voorstellen, maar dat... Dat wil je niet? Nee. Maar, maar waarom wil je dat niet? Het lijkt me dus een saai. Saai? Ja. Maar het geeft jou een kick. Ja, ik, het maakt jouw leven beter. Ik voel me dat verplicht aan mezelf. Hoezo dan? Om die geest, om het hoofd op gang te houden. Oh ja. Ik zou daar geen reet van geloven. Als ik u was. Kijk, en dat is nou weer Maries. Die is goed in corrigeren. Hoewel, dit was pas de eerste keer dat je deed. Maar ik kan het wel. Het is wel handig om boven een café te wonen. Zeer handig. Wat is er dan? Omdat ik... Ik ruik... probeer zo dit is crème de menthe. Ah ja. Het woord zegt wel. Ja. Puur zo te ruiken. Ja, met ijs. Het is een kwestie van de sleutel, hè? Ja. Of zullen we het hier doen? Ja, dat is goed. Een beetje klein behuis. Misschien wel. Ik hoop dat ik mezelf dus in een dusdanig op mijn 50ste voor elkaar heb. Dat ik dus de mensen een soort wijsheid kan brengen. Als, denk maar aan een soort predikant. Wijsheid. Predikant. Ja, dus de mensen iets kunnen vertellen, gewoon rechtstreeks. Ja, iets dat ze begrijpen. Niet als komiek, nee. Ook niet als intellectueel, maar als dominee, als predikant. Nou, dat moet lukken. Ja. Dat moet lukken. Zijn ze al op de hoogte bij de gereformeerde kerk dat u eraan komt? Maar ik kan mijn eigen kerk toch wel. Toch wel? Ja. Herman Broodkerk. Ja, die kerk heet Toch? Toch. Toch. Het is waar, toch. Hé, hey, Patrick, voordat ik het vergeet, heb jij haar op je doos? Of ooit, of veel, of niet? Waarom? Wat wou je ermee doen dan? Blonderen? Nee, heb je het, scheer je het af of zo? Of... De vraag, ik wil eerst weten waarom, voordat ik op dit soort intimiteiten inga. Het gaat erom dat ik dan... Als je stelt dat je er wel haar op hebt, dat we daar misschien over kunnen praten of zo, dat, dan, dat we dat eraf halen. Nou, ik vond het wel heel frappant. Dat de eerste... Namelijk de motivatie achter. Waarom neemt iemand een baard of een snor? Dat is zo'n afbreuk aan het hoofd altijd. Hoe meer haar je overal op hebt, hoe meer het gaat lijken op elke andere doos. Hoofd. Ja, of doos. Ik kwam gisteren op mijn kamer binnen. Ik wil weten wat je ervan denkt. Post voor Patty. Ja, dat weet ik nog niet. Goed, hè? Maar je wilt niet dat het volk het weet of je er wel of geen haar hebt. Oh, hoe ik hunker naar de zeelucht van jouw doos. Ja, dat is een gedicht. Oeh, hoe ik hunker naar de zeelucht van jouw doos. Dan weet je gelijk hoe laat het is. En toch heeft het iets ontwapenend. Hoop ik dan maar. Ik denk, als ik er geweest was, dat men zich zeer verbaasd had. Het is inmiddels doorgedrongen, mijn reputatie van het afwezig zijn op die situaties waar ik dus vrijblijvend moet keuvelen. Je bedoelt, waar en een schouderklop is een teugel. Nou, ik maak het niet. Nee. Als kind al had ik dat natuurlijk. Wou ik niet op met schoolreisjes. Jong, morgen nog één nachtje slapen is het schoolreisje. Oh, hoef ik niet mee, man. Wat is er eigenlijk zo erg aan het gekeuvel? Ik vertrouw het zaakje niet. Het is een pure, gezonde dosis achterdocht. Is het ervan wat jij wel eens gebruikt? Jij moet mijn intelligentie geen geweld aan doen. Ja, dat doen we nu even dan. Ja? Zou je het goed vinden als zij later ook stof zou gebruiken? Hash, heroïne, cocaïne. Zou je het goed vinden als zij dat later ook zou gebruiken? Brood, kijk. Oh, ja. Gezien. Nou komen we eens even to een point. Ja? Geef eens antwoord. Zou je het goed vinden of niet? Het is eerlijk altijd, zeggen. Het, ja of het nee? Het slaat altijd een generatie over. Nee, ja of nee? Wees nou eens even eerlijk, man. Tuurlijk niet. Natuurlijk niet? Nee. Dus jij zou niet willen dat jouw dochter gebruikt? Ik ga alle hoeken van de kamer laten zien. Dat meen je niet. Meen je dat echt? Ja. Je eigen dochter zou je in elkaar slaan als ze dat zou gebruiken. Enorm. Maar waarom doe je het dan zelf wel?
Nou, je gaat mij toch niet in elkaar slaan? Maar waarom doe je het dan zelf wel? Dan geef je toch een verschrikkelijk slecht voorbeeld? Ja. Dan ben je toch eigenlijk een watje? Ja. Dan ben je toch eigenlijk een lul? Ja. In een klootzak. Ja, dat weet ik wel. Ja. Kunnen we nu verder gaan? Nee. Als jij nou voor het dilemma zou zetten van papa, of je stopt ermee. Of ik ga. Of ik ga bij je. Of ik ga er ook aan. Ja. Of ik doe het ook. Wat zou je... Dat is een heel makkelijke keus. Wat dan? Dan nam ik er nog een. Wees nou eens een keer serieus, man. Tuurlijk zou ik dan stoppen. Zou je stoppen? En ook, kijk, als ik voor de keus stond... Maar kun je dat dan wel stoppen? Moet... Dat is een fluitje van een cent. Ja? Dat is puur genotzucht. Meen je dat? Tuurlijk, het is puur verwennerij wat ik in mezelf aan. Ja. Maar schaam je af en toe niet ten opzichte van je kinderen? Moet je eens luisteren, Willeboord. Omdat jij nou geen drugs lust. Dat is mijn probleem niet. Ja. Kijk, maar jij bent niet, je schaam je zegt... niet dat je geen drugs neemt? Schaam je niet, kerel? Je hebt toch ook kinderen? Hè? Moet ik wel denken, ik heb zo'n ouderwetse lul als een pa. Ik geef het op. Die lust helemaal geen LSD en zo. Schaam je niet? Wat is je favoriete slogan? Heb je het meest gebruikt? Fire and forget. Maar van de laatste tijd. Play it cold. Play it cold. Play it cold. Koud. Koud. Koud en koud. Ja. Speel het koud. Ja, moet je dan een briefje hebben, Jan? Kijk. Nee, maar je want we zijn toch grote mensen, zeg. Je gaat gewoon muziek, je wilt koud spelen. Maar los even van het feit wat het gekost heeft, hè. Alles wat je beschildert aan transportmiddelen, dat gaat op een gegeven moment, is onderhevig aan beschadigingen en zo. Heb je daar rekening mee gehouden, Herman? Ja, hij is gelakt. Dat is, die gaat heel lang mee, volgens mij. Gaat een leven lang mee? Ja, geluidloos. Hoe bedoel je geluidloos? De trolleybus is geluidloos. Dat is waar. God is een gat. Het definitieve gat. Dat is een goeie. God is het definitieve gat. Waarin de nog net niet doden zijn dankbaarheid deponeert. Of God is heel groot. Ze moesten door het raam naar buiten takelen. Ja, maar waarom haal je hem eerst binnen? Jules Deelder zegt bijvoorbeeld, God is groot, God is machtig, hebben een lul van 1,80 meter. Maar zonder God... Ja, er zal weinig veranderen waarschijnlijk.